Goed, hallo allemaal. Dit is een extra videoles die ik maak voor de richting 4 wetenschappen. Het gaat een beetje over de toets die ik vandaag gegeven heb, 17 november. Ja, waar toch al wat rond te doen geweest is. Voor sommigen is die toch niet zo goed afgelopen. Ja, deels werd aangehaald hè, omdat de communicatie blijkbaar niet optimaal was. Sommige mensen wisten niet dat het toets was. Op zich geef ik geen onverwachte toetsen. Maar goed, het illustreert misschien ook wel eens, hè, als er eens een onverwachte toets komt, hoe dat het dan gesteld is met de parate kennis van het vak. Oké. Ik heb mezelf voorgenomen om het volgende te doen. Ik ga de toets verbeteren. Ik zet ze online. De bedoeling is dat jullie ja, zelfstandig de verbetering al eens bekijken. Daar kan een kort op teruggekomen worden in de les, maar niet meer te lang. Kwestie van ook een beetje tijd uit te sparen tijdens de les. En ja, ik ga aanstaande donderdag geef ik de toets terug aan alle klassen. En dan moeten jullie zelf beslissen of jullie een herkansingstoets willen of niet. Ja, hoe gaat dat concreet in zijn werk? De mensen die een herkansingstoets willen, kunnen dat doen aanstaande maandag. Dus volgende week maandag, dat is de 23e november, tijdens de middagpauze in het fysica lokaal, neem ik de toets af. Ja. Nu, die herkansingstoets gaat als volgt te werk. Het punt van de herkansingstoets telt sowieso mee. Hè? Dus is uw punt dan op die toets. En uw toets die geweest is, dat punt vervalt. Ik neem geen gemiddelde. Ja, omdat misschien voor sommigen is de toets zo slecht verlopen dat ze zoiets hebben. Ja, dan maakt het toch niet meer uit wat ik haal op die herkansingstoets. Dus ik geef u een totaal nieuwe kans. Hè? Je maakt die toets en dat punt telt dat mee. Ook voor de mensen die misschien ja, een goed cijfer hebben, ja, dan zou ik aanraden om dan geen herkansingstoets te doen, want doet je ze, dan telt dat punt voor de herkansingstoets mee. Ja, om er ook een beetje voor te zorgen dat je niet komt, ja, gewoon maar om je punt omhoog te trekken, ja, omdat je dan toch geen risico loopt. Dus ja, en dat kan ik ook gewoon met coronamaatregelen niet bolwerken. Het is misschien zelfs zo dat we woensdag nog een keer moeten terugkomen voor een aantal mensen, als we met te veel zouden zijn. Maar ik hoop het toch in één klaslokaal te kunnen doen. De mensen die een herkansingstoets willen voor dit vak. Aanstaande maandag dus. Maandagmiddag in het fysica lokaal. Normaal gezien ben ik er dan. Zit ik in het fysica lokaal, dus kom rechtstreeks naar het fysica lokaal. Zou ik er niet zijn, dan kom je naar de leraarskamer om mij te halen. Goed, en dan nu het belangrijkste. Hè. Dus de toets even bespreken en ja, bestudeer. Hè. Studeer nu echt je leerstof, dat je tegen maandag, als je de herkansingstoets wilt doen, dat je het beheerst. Hè. Goed, je hebt er net de vragen gezien. Hè. Je hebt de vragen nu ook waarschijnlijk wel bij de hand. En anders kun je altijd even terugspoelen naar in de video hè, om de vragen nog eens te bekijken. Eerste vraag is, wat bedoelen we met behoud van mechanische energie? En geef een voorbeeld waar de wet geldig is. Ja, wat is behoud van mechanische energie? Ja, dus dat is een beweging waarbij de som van de kinetische en de potentiële energie constant is. Ja. Dus belangrijk hierbij is eigenlijk al meteen de vergelijking natuurlijk. Ja. E mechanisch is E kinetisch plus E potentieel. Ja, een beweging waarbij hè, die som constant blijft. Dus bijvoorbeeld hè, waarbij de potentiële energie daalt en de kinetische energie stijgt. Ja. Typische voorbeelden zijn voorbeelden van bewegingen in het zwaartekrachtveld, want dat die potentiële energie hebben we besproken, en bewegingen bij een veer, hè, bijvoorbeeld een massa die op en neer beweegt bij een veer, daar zal er ook behoud van mechanische energie zijn. Dat is natuurlijk wel één belangrijke opmerking, er mag geen wrijving zijn. Hè, dus tijdens die beweging mag er geen wrijving zijn. Dus ik heb al een voorbeeld gegeven, hè, het trillen van een massa aan een veer, het bewegen van een slinger in het zwaartekrachtveld op en neer, het, ja, het afrijden van een helling, ja, van een fietser, of een balletje dat van een helling rolt. Ja, de rollercoaster, zoals in vraagje 2, is een voorbeeld van behoud van mechanische energie. Dus iets naar beneden laten vallen, een lichaam dat in het zwaartekrachtveld naar beneden valt. Dus dat zijn allemaal goede voorbeelden van behoud van mechanische energie. Voilà, dat was vraagje 1. Dan vraag 2, ja, dat is dan die rollercoaster. Dus even de rollercoaster tekenen. We hebben daar een punt A. Dan wat hoger hebben we punt B.
En dan hebben we het karretje hier. Ja, misschien goed dat je hier ook al een punt zet, C. Dan is dat gemakkelijker om er zelfs over te spreken. Die punten zitten op bepaalde hoogtes. Dit punt zit op 10 meter hoogte. Dit punt zit op 20 meter hoogte. En dit punt zit op 30 meter hoogte. Ja. Goed, de massa van het karretje is 120 kilogram. Ja, en dan een aantal simpele vraagjes. Bereken de snelheid in A en bereken de mechanische energie in B. Goed, hoe gaan we er concreet aan beginnen? Wel, het is natuurlijk een verhaal waarbij er behoudswet is van mechanische energie. Dus EMA is EMC is EMB, als je wilt. Goed, je wilt de energie kennen, of sorry, de snelheid kennen in A. Dus het spreekt voor zich dat je gaat werken sowieso al met de mechanische energie in A. En dan kiest je een punt waar dat je ook de mechanische energie kent. Hè, want hier zit natuurlijk je onbekende in. Ja, hetgeen wat je niet weet, dat is de snelheid. Dus je gaat bijvoorbeeld met dit stuk van je vergelijking werken om de snelheid in A uit te rekenen. Goed, schrijf even concreet die mechanische energie uit. Dus dat wil zeggen, eerst de kinetische. Ik zal het eerst nog eens in symbolen schrijven. Hè. Dat is de E-kinetische in A plus E-potentieel in A is de kinetische energie in C plus de potentiële energie in C. En nu de formuletjes of de symbolen. MVA kwadraat gedeeld door 2 plus MGHA is MGHC. Sorry, de kinetische eerst staat hier. Hè. Eerst de kinetische term. Dat is deze niet. C hier, hè. Dus dat is MVC kwadraat gedeeld door 2 plus MGHC. Oké, ene term valt al weg natuurlijk. Dat is de kinetische energie in C. Want die energie is er niet. Het lichaam staat stil, dus die valt weg. De massa's die vallen ook weg. Het is misschien ook gemakkelijk dat de massa's eruit wegvallen. En goed, het enige wat we nu nog moeten doen is de oefening uitrekenen naar VA. Dus dat is onze onbekende. Dus alles naar de andere kant brengen. VA kwadraat. Ik ga eens kijken hier. GHC min GHA. Drukletters. Ja, dus ik heb GHA naar de andere kant gebracht. Ja, de 2 nog naar de andere kant. En dan, ja, misschien in één keer ook de wortel trekken. Ja, dat is de omvorming tot de snelheid van A. Oké, we kunnen zelfs de G nog buiten brengen. Ja, misschien die G ook nog weg doen en die G hier zetten. Dat zorgt ervoor dat het formule wat gemakkelijker uit te rekenen is. Oké, dan gaan we eens proberen die wortel uit te rekenen. Hè. HC, dat is 30. Ja, dus eigenlijk 30 meter min 20 meter. En dan twee keren die 9,81 newton per kilogram. Ja, ik heb al weinig plaats. Ik ga de uitkomst daar zetten. Je neemt even je rekentoestel. Waar is mijn rekentoestel? Hierachter ligt het. Dus dat is 10. 30 min 20 is 10. Maal 2 maal 9,81. En de wortel dat geeft juist 14. Twee beduidende cijfers. Dat is genoeg. Dus ik ging het daar zetten, want dat is alles niet meer te zien. 14 meter per seconde. Oké. Okay. Dat was eigenlijk één berekening. Dan rest ons nog de mechanische energie in B uit te rekenen. Ja, ik denk dat het gemakkelijkste is om nu met de andere kant van de vergelijking te werken. Hè. E mechanisch B is natuurlijk hetzelfde als de mechanische energie in C, want overal is de mechanische energie gelijk. En in C is die relatief gemakkelijk, want de kinetische energie valt ervan weg. Dus wat blijft eruit nog staan? Dat is MLG mal HC, de potentiële energie in C. En dat is gewoon uitrekenen, hè. 120 kilogram maal 30 meter maal die 9,81 newton per kilogram. Ja, dus 120, 30 meter maal 9,81. Dus ook hier 120 maal 30
maal 9,81. En dat geeft u met twee beduidende cijfers 35 maal 10 tot de derde joule. Ja, dat is de totale mechanische energie in het punt B. Oké, dus niet zo'n gemakkelijke. Misschien een oefening die je een beetje opblaast met die wortels en zo. Maar ik denk dat de algemene strategie nu hopelijk duidelijk is. Voilà, een beetje proper. Dan gaan we kijken naar de volgende oefeningen. Dus even naar beneden scrollen. Ja, het gaat hier over een lampje dat brandt. Dus we gaan eens kijken hoe dat rekenen. Met een vermogen van 60 watt en het straalt 360 joule in 1 minuut. Bereken het rendement van de lamp. Dus terug het bord. Ja. Oefeningetje 3. We hebben het lampje dat brandt. En maak er maar eens een tekeningetje bij. Hè. Dat helpt altijd. Ja, het geeft licht. Dus 360 joule. Ja, dus dat is eigenlijk energie. Dus je duidt dat aan met symbool E. Licht. En dat is 360 joules. Belangrijk misschien tussen haakjes wel in 1 minuut. Ja, dus dat blijft stralen natuurlijk. En we moeten daar ergens een tijdstip bij zetten natuurlijk. Want als je dat een jaar laat stralen, dan geeft dat natuurlijk veel meer energie. Goed, en dan heb je een lampje van 60 watt. Dat wil zeggen als je dat in het stopcontact of aansluit aan het stopcontact, dan trekt dat een hoeveelheid elektrische energie. Maar dat wordt hier nu uitgedrukt in het vermogen. Ja, P, P van de lamp. En dat zal het elektrisch vermogen worden. Dat is 60 watt. Nu belangrijk op te merken, veel mensen gooien dat allemaal doorheen, die verschillende grootheden. 60 watt heeft iets te maken met energie, maar het is de snelheid waarmee dat je energie in de lamp steekt. En het is altijd handig dat je de basiseenheden kent. Een watt, dat is een joule per seconde. Dus 60 joule per seconde gaat er elektrische energie in de lamp. Oké, dan is het gevraagd het rendement. Eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Het rendement, dat is eigenlijk ja, de nuttige energie die uit de lamp komt of uit het toestel komt. Hè. Dat hoeft geen lamp te zijn, maar eender welk toestel dat energie geeft ja, en energie nodig heeft, daar kunnen we spreken over het rendement. Gedeeld door de energie die het toestel nodig heeft, hè, men noemt dat de verbruikte energie. En je vermenigvuldigt dat met 100, ja, want dat is altijd een getaltje tussen 0 en 1. Hè. De nuttige energie kan nooit groter zijn dan de verbruikte energie. Je kunt nooit meer energie uit het systeem halen dan dat je erin steekt natuurlijk. Vermenigvuldigen met 100% en dan krijg je het rendement van het toestel. Nu, het eerste wat je moet doen om de oefening op te lossen is natuurlijk zien wat is nuttig. Ja, nuttig, de nuttige energie zit hem natuurlijk hierin. Dat is de lichtenergie. Ja? En de verbruikte energie, ja, dat zit hem natuurlijk ergens ja, in dit. Maar ik ga dat even in de stippellijn doen, want het is niet meteen deze waarde. Ja? Waarom is het niet deze waarde? Wel, dit is niet energie, dit is de energie per tijd. Ja? Dus je moet dat vergelijken met deze energie. Nu, deze energie is in 1 minuut tijd. Dus je moet hier ook weten hoeveel energie dat er in de lamp gaat in 1 minuut. Ja? Dus misschien dat toch eens hier even bekijken. Ja, hoeveel elektrische energie gaat er eigenlijk in 1 minuut naar de lamp? Ja, het is 60 joule per seconde. Dus ik denk niet dat dat moeilijk is. Dat is het vermogen, elektrisch vermogen, maal 60 maal de tijd. Ja? Dat is eigenlijk het formuletje van vermogen omvormen. Ja, die delta T stond hier naar de andere kant. Maar ook gewoon als je logisch nadenkt. Hè? Dus 60 joule per seconde maal 60 seconden, dat geeft u hoeveel energie ja, dat je in de lamp steekt na 60 seconden. Voilà, dat geeft ja, 60 maal 60 denk ik. Hè? 60 joule per seconde maal 60 seconden. Is 3600 joules. Dus dat is de energie die je in de lamp steekt in 1 minuut tijd. En dit is wat je eruit haalt. Voilà. En dit kun je nu wel volledig in het groen zetten. Dit is wat daar staat. De verbruikte energie of de energie die naar de lamp gaat. En die kun je daarin schrijven. Dus we hebben 360 joules gedeeld door 3600 joules. Maal 100% en dat geeft ja, 360 gedeeld door 3600, dat is 1 tiende, dat geeft 10%. Ja, dus ik denk als je een tekening maakt, je probeert u in te beelden
Wat de grootheden zijn, wat de eenheden van de grootheden zijn, dat geeft al een duidelijk beeld wat ze betekenen. Hoe dat ze in de formules thuis horen. Aanduiden wat is nuttig, wat is verbruikt. En dan denk ik wel dat het duidelijk is. Ik denk dat het duidelijk was dat dit de nuttige energie is van de lamp, het licht dat eruit komt. En dat de andere grootheid iets zegt over de energie die de lamp opneemt. Die 60 watt, dat is hetgeen wat je moet gaan betalen aan elektriciteit als die een lange tijd brandt. Oké, dit mag terug weg. Goed, dan zitten we met vraagje 4. Welke energievorm komt er voor in de accu? In de samengedrukte veren en het stromend water. Ja, bij de accu is dat chemische energie. Ja, ik denk dat dat duidelijk is. Dat zijn allerlei chemische stoffen die elektrische energie produceren. Dus chemische energie, samengedrukte veren, dat is elastisch potentiële energie. En stromend water, het gaat hier over het stromen van het water, het bewegen van het water, dus bewegingsenergie of kinetische energie. Ja, dat zouden de antwoorden hier moeten zijn. Dan hebben we nog een vraag 5. In thermische centrale wordt thermische energie omgezet in elektrische energie. Het rendement van de omzetting is 30%. Hoeveel elektrische energie wordt er geproduceerd na 5 uur als de turbine een vermogen heeft van 160 megawatt? Ja, dus het zijn wat grotere getallen hier. Het is hier natuurlijk niet meer zoiets als een lamp. Ja, het zijn hier energiecentrales. En die hebben natuurlijk een enorm groot vermogen. En in dit geval is er 160 megawatt nodig om die centrale te laten werken. Oké, we gaan even terug naar het bord. En we gaan dat een beetje proberen, ook hier weer met een klein tekeningetje, toe te lichten. Ja, dus maak die tekeningen maar. Probeer te visualiseren wat je denkt dat het probleem is. Je hebt daar eens een centrale. Ja, en in die centrale staat eigenlijk ja, een machine dat energie nodig heeft. Ja, dat is uw turbine. Ik weet niet of je weet, een turbine dat is een toestel met een enorm groot schoepenwiel. Met een, ja, je kunt een beetje verleggen met een vliegtuigwiel. Hè. De propeller van een vliegtuig. Daar wordt lucht tegen geblazen, die begint te draaien. En die draaibeweging die wordt doorgegeven aan een dynamo. Dat is iets dat elektriciteit produceert. En dit wordt dan verbonden met bedrading en die draden lopen naar u thuis en die geven u de elektriciteit. Ja. Goed, die turbine, om die te laten draaien, heb je energie nodig. Dat is de energie die je ja, in de centrale duwt. En dat is het vermogen van de turbine. Ja. En aan de andere kant, daar krijg je elektriciteit uit. Ja. Je kunt dat uitdrukken in termen van vermogen of in termen van elektrische energie. Dus daar komt de elektrische energie uit. Ja. Goed, en dan gaan we eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Gevraagd is hoe groot is dat, die elektrische energie, ja, in 5 uur. Oké, we gaan kijken of we dat kunnen oplossen. Ja, we spreken hier ook weer over rendement. Hè. Dus we gaan eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Het rendement zegt iets over energie. Hè. Dus dat is de energie die je erin steekt. De nuttige energie, hè, de energie die je eruit haalt, elektrische energie, gedeeld door de energie die je erin steekt. Hè, dat is eigenlijk de energie die de turbine, hè, die je eigenlijk aan de turbine moet leveren. Dat is eigenlijk het verbruikte, de verbruikte energie, maal 100%. Ja, dus hier ook weer, hè, duid even aan met eventuele kleurtjes. Ja, de elektrische energie, dat is hetgeen wat eruit komt. En in dit geval, ja, de energie die de turbine, die nodig is om de turbine te laten draaien, ja, dat is weer hetzelfde als bij de lamp. Ja, dat wordt hier ook weer uitgedrukt in vermogen, dus ook weer met de stiplijn. Dit is niet de energie, maar dit is de snelheid waarmee dat energie naar de turbine vloeit. Oké, we gaan eens kijken of we dat kunnen bekijken of oplossen. We gaan eens eerst naar de turbine kijken. Ja, de turbine heeft een vermogen ja, van een hoeveelheid energieën. Dus het vermogen is de energie die je naar de turbine brengt ja, per tijdseenheid. Ja, dat hebben we al dikwijls gezien, die formule. Dus we kunnen de energie van de turbine die we naar de turbine brengen altijd weer oplossen door P mal delta T. Ja? Dat is de formule die we daarnet ook gebruikt hebben bij de lamp om de elektrische energie uit te rekenen. Voilà, getalletjes invullen. Wat was dat? 160 megawatt, denk ik. 160 maal 10 tot de zesde watt. Ja, maal
Ja, over welke tijd spreken we? We spreken hier over 5 uur. Dus dat is, ik zal hier verder schrijven, 5 maal 3600 seconden. Dus als je dat getalletje uitrekent, dan heb je de energie die je naar de turbine brengt. 160, 10 tot de zesde maal 5 maal 3600 is 2,88, 10 tot de twaalfde. Ik zet dat ook altijd in mijn geheugen, 10 tot de twaalfde joules. Dat is een enorm groot getal natuurlijk. Dat zijn enorme machines die heel veel energie nodig hebben om te werken. Oké, ja, en dit is nu de energie die in de centrale vloeit om ze te laten werken. Nu kunnen we denk ik redelijk gemakkelijk de elektrische energie uitrekenen. Ja, want dit heb ik, dit is gegeven, hè. Dus een beetje omvormen. Dus eta als je wilt delen door 100, ja, in procenten, maal de energie die de turbine nodig heeft om te werken. Ja, dus eigenlijk gewoon 0,3, 30% van de energie die je in de turbine steekt, ja, wordt elektrisch omgezet. Wordt omgezet naar elektriciteit. Goed, getalletjes invullen nu, hè. 30% gedeeld door 100%, dus dat is die 0,3. Ja, maal 2,88, 10 tot de 12e joules. Oké. 0,3 maal 2,88, 10 tot de 12e. En dat geeft u 8,64, 10 tot de 11e joules. Dus dit is de uitkomst. Goed, dat zijn grote getallen en dat zijn natuurlijk ook enorme machines die niets te vergelijken zijn met de energie die wij mensen leveren of de energie die lampen leveren. Maar dat is enorme hoeveelheden energie die hele steden doen voorzien van elektriciteit. Oké, dit is de toets, het overlopen van de toets. Ik hoop dat je inziet dat, ik zeg niet dat dat gemakkelijk is. Maar probeer nu tegen volgende week nog eens alles goed na te kijken. En dan verwacht ik mensen die de bijmaaktoets of de herkansingstoets willen doen, aanstaande maandag in het fysica lokaal. En anders kom je naar de leraarskamer, moest ik er niet zijn. Moesten het echt heel veel mensen zijn, zullen we het moeten spreiden over 2-tal dagen. Maar nogmaals, let op, als je de toets komt afleggen, dan telt dat punt sowieso mee. Ja, dus ik heb mijn redenen opgesomd waarom dat ik niet kies voor iets anders. Dus dat is dan uw punt. Je krijgt gewoon een tweede blanco kans. Maar je kunt dus niet beginnen gokken. Het is deze die dan meetelt als je hiervoor kiest. Goed, bedankt alvast voor het luisteren en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Dag.